Dank u wel. U mag uw mondkapje hier afdoen. Dank u. Maar dan ben je vast met een vraag met uw vrouw midden in de... Voor Veron heeft u zich ook ingezet om de Morsecode als immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed te krijgen. Radioamateurs zijn niet alleen maar technische hobbyisten die heel veel weten van radioverkeer, maar, heb ik geleerd, in extreme situaties ook hulpverlener. U staat bekend, meneer Denker, om uw persoonlijke en uw vertrouwenwekkende manier van optreden en communiceren. En u creëert daardoor als voorzitter een groot draagvlak voor de koers die u met de Veron wilt varen. U bent een betrokken bestuurder die met veel tact conflicten oplost, als ze er al zijn. Die een bruggen bouwt tussen belangen die misschien een beetje zouden kunnen divergeren. En die ervoor zorgt eigenlijk dat zo'n vereniging bij elkaar blijft. Voor de radiozenderonderzoek, voor uw inzet als voorzitter van de Veron, voor wat u voor het Rode Kruis heeft gedaan, voor de toewijding die u heeft betracht gedurende zoveel jaren, door zijn majesteit de koning bent benoemd tot Romeo India, Delta Delta, Echo Romeo in de Orde van de Oranje-Nassau. U bent ridder onder de Orde van de Oranje-Nassau. Nou, Veron, ik ben Ja, het is vandaag een zeer gedenkwaardige dag voor mij, in diverse facetten. De belangrijkste is de afsluiting van vandaag met deze benoeming. Maar de dag gaat eerder terug vandaag en dat heeft te maken met het feit dat onze radiovereniging exact vandaag 75 jaar geleden is opgericht. En die vereniging is tijdens de vergadering genoemd Veron, Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Er zijn twee niveaus in Nederland, een heel uitgebreid niveau, full license, en een wat makkelijker niveau, novice, voor de beginners werd dat gezegd. En dan heb je al heel veel mogelijkheden om met een beginnerslicentie of een machtiging uit te zenden en te knutselen en dat soort zaken. Dus we hebben heel veel opties om met zenden te beginnen. Wat is het belang van Morse? Het belang van Morse is dat je met elkaar kunt communiceren op een heel eenvoudige manier. Het enige wat je van elkaar hoort zijn signaaltjes en ze zijn er wel en ze zijn er niet. Nou, uit die combinatie van wel of niet, dat zijn dan de Morse-seinen, kun je met elkaar communiceren. Je hebt er geen stem voor nodig, je hebt er geen computer voor nodig, je hebt alleen een Morse-seinsleutel nodig en een zender en je kunt communiceren. En dat is een heel belangrijk aspect.